2015 is afgesloten met 75 verkeersdoden. Dat zijn 16 slachtoffers meer dan vorig jaar. Deze informatie hebben wij verkregen van het Korps Politie Suriname. Het laatste slachtoffer die is bijgeschreven op 31 december. Het gaat om een fietser die bij een aanrijding betrokken was op 5 december op de hoek van de Tourtonnelaan en de Flamingostraat. Natuurlijk is er een belangrijke rol weggelegd voor de politie om het aantal slachtoffers terug te dringen, maar hulp van de samenleving is daarbij ontzettend belangrijk. Wij van het Korps Politie Suriname blijven het zeggen, alleen gaan wij dat niet kunnen doen. We hebben die gemeenschap, die samenleving nodig, omdat het niet alleen de politie is die zich beweegt in het verkeer. Weliswaar zijn wij als wetsdienaren daar om te zorgen voor handhaving van die orde en die wetgeving. Dat mensen, we zien erop toen dat mensen de wetten naleven, maar we horen ook wel eens als de politie erbij is, rijden de mensen zeg maar volgens de voorschriften. En wanneer de politie niet in beeld is, dan gaan mensen weer roekeloos rijden. We moeten met z'n allen ervoor gaan zorgen dat we gaan werken aan het rijgedrag. Als we ook kijken naar meest voorkomende verkeersovertreding, dan zien wij dat dat overschrijden van de maximale snelheid is. Houdt u me de precisie ten goede, maar het is meer dan 7000 zeg maar personen die de maximale snelheid hebben overschreden. Dus en dat is de meest voorkomende overtreding. Dat wil zeggen dat wij moeten gaan werken aan dat gedrag als persoon. Drachman zegt dat de politie intensievere verkeerscontroles zal uitvoeren. Dit om het aantal overtredingen van de toegestane snelheid tegen te gaan. Verder is het streven van het korps om dit jaar het veiligheidsgevoel in de samenleving op te krikken. Dat is waar het Korps Politie Suriname voor staat. Dus wij willen met alle andere actoren ervoor gaan zorgen dat in elk geval dat veiligheidsgevoel bij de samenleving of bij de burgers weer verhoogd wordt. Ja, dat is een van de doelen van de politie. En wanneer de samenleving zich veiliger voelt, dan kunnen wij dan ook met trots zeggen dat wij ons doel hebben bereikt. Aldus Sherida Drachman van de publiciteitsdienst van het Korps Politie Suriname. 2015 is afgesloten met 75, ik denk dat het moet zijn 2016 natuurlijk. 2016 is afgesloten met 75 verkeersdoden. Dat is 16 slachtoffers meer dan het vorig jaar. De laatste slachtoffer is bijgeschreven op 31 december.